Nou, Eriksen hier aan de bal. Eriksen geeft hem nu aan Brobby. Vlag blijft omlaag. Brobby, oh! Jongens, jongens, jongens. What up mensen, dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Het is tijd voor een gloednieuwe Ajax Career Mode. De Ajax Career Mode voor op jouw beeldscherm. We gaan door waar we gebleven waren. Een wedstrijd tegen AZ komt eraan over 7 dagen. Die gaan we natuurlijk doen, prima tegenstander. En we gaan waarschijnlijk ook nog wel wat transfertjes maken. Misschien, ik wil het niet te gek maken, dit eerste seizoen zeg ik altijd. Dus dat is altijd een beetje afwachten. Maar we hebben genoeg te doen. Ik wil wat meer tempo gaan maken met deze carrière mode nu. Want dan zijn we volgend jaar nog een seizoen 1 bezig. Maar voordat we verder gaan, gaan we eerst gauw even kijken naar de uitdagingen voor dit seizoen. Hoe het er daarmee voor staat. Nou, de vorige aflevering hebben we ze even niet besproken. We zijn natuurlijk nog net begonnen. Er is ook nog niet heel veel veranderd. Maar dit zijn de uitdagingen en de regels een beetje dit eerste seizoen. Allereerst, score 20 goals met Brobby. Vriendschappelijke doelpunten hebben we niet meegeteld. Maar hij staat op dit moment op 2 Eredivisie doelpuntjes. Dus hij staat op 2 van de 20. Ik heb erbij gehaald een extra uitdaging. Betrek Berghuis bij 15 doelpunten. Gaat ook om competitieve doelpunten. Dus ook geen vriendschappelijke meuk. Hij staat nog op 0 goals en 0 assists. Dus hij is nog in totaal bij 0 doelpunten betrokken. Dan zien we debuteer 2 jeugdspelers. En gebruik deze 10 wedstrijden. Nou, dat hebben we nog niet gedaan. We hebben ook nog geen jeugdspelers overgezet. En als laatste hebben we voor het eerst seizoen koop alleen spelers met geld dat is verdiend met uitgaande transfers. En op dit moment is dat 29,4 miljoen. Dat is een prima bedragje. Nou, we gaan even direct werken aan die laatste challenge. Die laatste uitdaging, die laatste regel van dat we alleen maar budget mogen gebruiken wat we verdienen aan transfers. Wat op dit moment dus die 29,4 miljoen is. Ik wil daar wat van gaan besteden. En dat is aan de volgende man, Christian Eriksen. Kijk, in het echt is natuurlijk Davy Klaassen naar Ajax gekomen. Maar die zat bij de release van EAFC niet in de game. Misschien is die onderhand er wel in geüpdate. Heb ik nog niet eens gecheckt. Maar toen ik deze carrière met save startte, zat hij er niet in. Dus we kunnen hem in deze save niet erbij krijgen. De perfecte vervanger vind ik Eriksen. Kan ook op het middenveld, dus kwijt. Die kunnen we op centraal mid aanvallen, mid zetten. Kunnen we een beetje afwisselen met Sanchez, die we ook voor in de breedte daar hebben gehaald. En dan kan Fitzjim een beetje terug die reserve slot in. Kunnen we rustig brengen als jong manneke. En dan kan Eriksen gewoon prima in het veld terecht. Oud Ajax sheet ook nog eens. Dus we brengen wat Ajax DNA terug in het team. Hij wordt onze Davy Klaassen. Wij gaan Christian Eriksen terughalen. Nou, daar zitten we dan bij de onderhandelingstafel. We willen Eriksen daadwerkelijk gaan. Zijn marktwaarde is 11 miljoen. Ik wil hem onder de 10 gaan binnenslepen. Ze gaan misschien boos weglopen bij de eerste bod, maar ik ga 8 miljoen bieden. Hij is 32 jaar oud, dat moeten we niet vergeten. Hij gaat niet meer omhoog, hij gaat alleen maar naar beneden in die rating. Dus we gaan gewoon onder zijn marktwaarde. Gaan we 8 miljoen bieden? 11,1. Ze willen meer als zijn marktwaarde. Ai, ai, ai. Dan gaan we nou even wat meer bieden. Laten we kijken of 9,5 genoeg gaat zijn. Ik denk dat we ze boos gaan maken. Maar 10,3. Oké, dat is nu officieel onder zijn marktwaarde. Dat was het doel. Laten we nou kijken voor 9,5. Kijken of we dat onder die 10 kunnen slepen. En anders gaan we 10 miljoen bieden. 9,5 miljoen. Please, word nog niet boos. We hebben een deal. Dealtje met Mr. Ten Hag. Dealtje met Erik. 9,5 miljoen voor Eriksen. Nou, hij is binnen hoor. 9,5 miljoen heeft hij gekost. Maar dat gaat hopelijk alle centen prima waard zijn. Overgekomen uit de Premier League, Manchester United. Oud Ajax sheet Christian Eriksen is terug bij ons in de selectie. Zoals je ziet, 9,5 miljoen was de transfersom. We krijgen een B. Hij heeft een 2-jarig contract. Wel een flink salarisje, maar goed. We hopen dat hij zijn bijdrage gaat kunnen leveren. Nou, ik heb het trainingsplan van Eriksen aangepast en nu ga ik hem gewoon in de basis zetten ook. Ik ga hem hier op de plek van Van der Bomen gooien om hem vervolgens nog te wisselen met Taylor. Taylor wil ik er wel in laten staan vanwege zijn goede connectie ook in tech met Brobby. Dus wie weet kunnen hun twee op een manier blijven linken en Eriksen gaat gewoon lekker voetballen vanaf die campositie. En dan kan hij met zijn passing en creativiteit de vleugels en Brobby bedienen in de aanval.
Nou, opeens krijgen we het transferbod op Hato. Dat gaan we natuurlijk afwijzen. Nou, voor degenen die het de vorige aflevering hebben gemist. Ik was aan het handelen met Southampton over Sulemana voor een huur inclusief koopoptie. Hun wouden uiteindelijk alleen huur zonder koop. Ik heb dat even op een laag pitje gezet. Ik heb er niet op gereageerd. En Southampton heeft nu de stekker eruit getrokken. Betekent niet per se dat Sulemana niet meer gekomen. Ik twijfel gewoon nog zelf iets te veel of ik hem wel alleen wil huren. Naar mijn gevoel kan ik hem dan beter net zo goed kopen. We gaan hem toch wel veel goedkoper kunnen aantrekken als dat Ajax het echt had moeten betalen als ze die clausule hadden ingekikt aan het eind van het seizoen. Dus de clausule aan om over te nemen na één seizoen voor 20 miljoen. Geen verplichte clausule en ik denk ook niet dat Ajax dat had gedaan. Maar goed, wij zouden hem voor pakken bij 3,7 miljoen kunnen overkopen in FIFA. Dat is lekker goedkoop. En het is een speler met een gamefeestje, Premier League, hè. Dus ja, ik zit gewoon nog een beetje in dubio van wat ga ik ermee doen. En dan zien we hier een speler die jullie hebben achtergelaten in de reacties ook. Maxime de Kuiper is benaderd door Toulouse. Zit nog bij Club Brugge en heeft een bod van 11 miljoen gekregen voor zijn diensten. Nou, de bod van Toulouse van 11 miljoen is precies de marktwaarde van de beste man. 11 miljoen wordt zijn waarde opgeschat bij Brugge. Hij is links 1,83. En ja, we hebben wel linksback nodig. Maar 11 miljoen is wel veel centjes. Alleen zou een 23-jarige achter een tiener genaamd Hato willen schuiven op de bank. Hè? Zou die genoegen nemen met een backup rolletje? Dat is dan weer een beetje de vraag. En we zouden natuurlijk ook gewoon seizoen 1 nog Baas als backup kunnen gebruiken. Speelt dit echt natuurlijk op centraal, maar kan ook linksback indien nodig. Dus ik zit een beetje in dubio. We willen ook gewoon nog jeugd scouten. Ik denk dat ik Maxime de Kuiper laat gaan. En is het nou wedstrijddag tegen AZ? Leuk potje. Wij staan derde, hun staan zesde. Natuurlijk gaan we deze dus spelen. En dan zien we hier onze opstelling van de dag. Nou, we gaan niet heel veel aanpassen. Traoré en Berghuis, beide iets vermoeid. Nou, dan gaan we gewoon maar met Berghuis starten. Hoe kan dat nou dat ze beide vermoeid zijn? Ik wil Raf van den Berg eigenlijk wel meenemen op een bankje in plaats van Kaplan. En we gaan Rens even starten in plaats van TT. Nou, verder ga ik eigenlijk niks veranderen aan het team wat gaat spelen. Dus laten we gewoon gauw naar de aftrap gaan. Nou, here we go. En Alkmaar AZ heeft afgetrapt. We zijn begonnen. Nou, hier is AZ dat in aanval kwam. We blokken het schot. Moet even rustig uitverdedigen. Ik zie Brobby gaan. Dit is een goed paasje van Henderson. Brobby powershot hem maar. Goeie redding van de doelman. Nou, Taylor hier om de hoekschop te nemen. Zoekt Brobby. Kan er niet bij. Kunnen we hier nog even koppen? Ja, dat kunnen we. Dan heeft Taylor weer de bal. Komt langs één man. Zoekt Brobby weer op. De connectie. Maar Brobby komt niet goed. En wel weer een hoekschoppie. Henderson dit keer. Brobby weer opgezocht. Oh, en nu kopt hij hem wel goed binnen. Pan klaar op het hoofdje. Die voorzet van Jordan Henderson. En Brobby kopt die hoekschop. Prima, maar prima binnen. Jammer, geen assistje voor Taylor. Was toch leuk geweest, die Taylor-Brobby connectie. Die vriendschap die ze in het echt hebben. Maar alsnog prima hoekschopje hoor. Even in de slow-mo hier. Dus ik krijg allemaal informatie te zien. Ja, leuk. Leuk. De 0-1 is binnen door Brian Brobby. Hier is Eriksen met de nummer 10. Overgenomen van de vertrokken Akpom. Bouwt goed de bal, geeft hem aan Hato. Hato ook met de voorzet. Brobby wordt weer opgezocht. We komen er niet bij. AZ is een beetje in paniek of zo. Het speelt niet best. Ik weet niet wat ze proberen en wat ze doen. Hier is Gods. Ruimte op het vleugeltje. Hato hier weer. Gaan we maar weer voorzet. Oeh, dat is een hele verre voorzet. Komt niemand bij. Rens kan hier wel opvangen. Rens. Oh, goed balletje. Brobby. Op het moment van schieten gaat het mis. Nou, na een aantal aanvallen van ons is het nou AZ hier op de vleugel. Mijnans aan de bal. Maikouma. Terug. Zijn heen en weer aan het tikken. Oh, verovering zit mis. AZ nog steeds bal. Ik dacht even dat we daar konden gaan. Oh, maar hier verkloten ze het wel. Nou, Eriksen hier aan de bal. Eriksen geeft hem nu aan Brobby. Vlag blijft omlaag. Brobby, oh! Jongens, jongens, jongens. Nou, we gaan rusten. Het staat 0-1 voor ons Ajax. Maar het had wel 0-3 of zo voor mijn gevoel kunnen wezen. Op zich blij dat we voorstaan. Blij dat we de tot nu toe de 0 hebben weten te behouden. Het verschil mag gewoon nog wel iets groter. Kan ik niet omheen.
Laten we naar de tweede helft gaan. Nou, tweede helft is alweer even bezig. AZ hier aan de bal. Ik snap echt niet wat de AI aan het doen. Dus hij had al 10 keer kunnen afspelen. Maar goed, ik haal er mijn voordeel uit terwijl ik hem inlever. En weer terug veroverd. Het gaat heel rap soms. En weer inlever. Kijk, dit is een beetje hoe het soms gaat. Oh, range mis. Slijden, pak die bal. Oh, 2 keer mis van Bommel. Nou, op het vleugeltje voor AZ. Range erbij. Oh, nou zit ik 2 keer mis. En het is direct afgestraft. Ze hebben de hele wedstrijd. Ja, na de aftrap. Eerste helft hebben ze een aanvalletje een beetje gehad. Daarna heb ik gedomineerd. Gedomineerd. AZ geen enkele ruimte gegeven. Ze komen er 1 keer weer door. En ik word meteen afgestraft. Parrot tikt hem binnen voor AZ. Passeert Pasveer. En het staat weer gelijk. Na 2 wils mijn kant. Taylor gaat eraf voor FitzJim. Terwijl Berghuis eraf gaat voor Traoré. Nou, Rensch. Over de vleugel. We zijn meteen zelf weer aan de aanval. Tikt hem naar Brobby. Brobby haalt uit. Wordt geblokt. En dan verliezen we de bal. Oké, Brobby hier aan de bal. Ik zie Traoré gaan. Ik denk dat dit buitenspel is. Misschien ook niet. Voorzetje. Kop hem daar. Oh. Oh, bro. Nou zat ik mis met Hato. Oi, oi, oi. AZ weer over de vleugel. Oh, de eerste helft was van mij. Maar ik ben iets wankeler in de tweede. We voorkomen hier alsnog wel goed weg. Nou, hier is Traoré. Traoré wil naar Brobby. Ja, ik denk iedere keer, ik zie hem gaan en dan toch weer niet. Nou, we veroveren wel gauw terug. Nu is de kwestie van, oké, als we zoveel ruimte krijgen. Oh, ja, nee! Dit hadden moeten wezen. En dan gaan we nog wel weer wisselen. Brobby gaat eraf voor Weghorst, Eriksen eraf voor Sanchez. Maar man, wat een kans. Kom op, Soetalo, pak hem. Pak hem, Soetalo. Uh-oh, Soetalo pakt hem niet. Terwijl AZ dan nu weer over het vleugeltje komen. Rensch is vermoeid. Van Bommel is vertrokken. Van Bommel werkt hem de 16 in. Daar komt niemand bij. Please, scheids fluit nog niet af. En dat doet hij wel. We eindigen de wedstrijd in een 1-1. Gek potje. Teleurgesteld in het resultaat. Dit hadden we op basis van kansen en gewoon de verhouding over het algemeen. Had ik dit gewoon moeten winnen. Ik had dit gewoon moeten winnen. Ik vind het nee. Ik ben niet tevreden. Ik had 3 punten moeten hebben hier. Nou, de wedstrijd is voorbij en dan zie ik een wedstrijd tegen PSV op het programma staan. En we hebben 2 biedingen, zie ik nu hier. Het zijn biedingen op Kaplan en Rijkhoff. Rijkhoff een bod van 1,5 miljoen gaan we afwijzen. En Kaplan, Barcelona. Maar dan is mijn verdediging nog dunner. Puur op basis daarvan. Ga ik dat afwijzen. Nou, we hebben nog weer bot op Rijkhoff. De keer is Lyon, 1,5 miljoen. Gaan we niks mee doen. En een bot op Gods Brentford. Willem lenen met optie tot koop. Gaan we natuurlijk ook afwijzen. Dat is gewoon basis bij ons. Gods gaan we niet wegdoen. Maar Gods gaat wel een concurrent krijgen. We gaan hem nu maar toch echt halen. Cameldean Sulemana. Ja, hij is niet super hoog rated in de game. 72. Maar ja, zoals ik al zei, hij stond in het echt in de geruchten om te komen. En op basis daarvan ga ik hem ook maar gewoon halen. We hebben linksbuiten nodig. Ja, we hebben Banel die prima presteerde de vorige aflevering. Maar is en blijft ook een heel jong, groeiend jeugdproduct nog. Die heeft gewoon nog wat rijptijd nodig. Sulemana komt van Southampton. Heeft wat ervaring onder de broek. Ondanks dat hij niet hoog reed is, heeft hij een goed zwak been. Stel goede skill moves. Zijn afwerking is niet je van het. Zijn pasen ook niet. Maar hij is wel rete snel. Een soort van, wat zullen we zeggen? Forbes, maar dan met wat meer ervaring. I don't know. Maar we gaan hem wel halen voor de linkervleugel, rechtspootje. Ik vind het prima. 3,6 miljoen is zijn marktwaarde. En ik weet zeker dat ik hem voor minder kan binnenslepen. Hij is binnen Cameldean Sulemana. Ik zei het toch, voor minder als 3,6 gaat me wel lukken. En het is voor 3 miljoen gelukt. Hij komt over ook dus vanuit de Premier League. Dus hebben we nu Eriksen en Sulemana 2... Premier League aanwinsten bij ons binnengesleept deze aflevering. Ik ben dik tevreden, was ook wel nodig, want de resultaten zijn nog een beetje schommelend. En tegen PSV wil ik dan toch wel iets sterker aantreden. Nou, die wedstrijd tegen PSV moet ik wel toch uitstellen naar een volgende aflevering. Stond niet op de planning, maar ik zie dat alweer bijna, het is nu bijna 8:30. En ik ga nog
even bier drinken in een tent op een kermisterrein. Heb ik gewoon zin in. Stond al op de planning. Ik was gewoon te laat met opnemen. Ik dacht, twee wedstrijden kan ik wel redden. Kan normaal gesproken wel op het moment dat ik begon. Maar ik was zoveel aan het kijken en twijfelen van wie ik ging halen. Dat ik daar iets te veel tijd in heb verloren met opnemen. Ik beloof jullie, de volgende aflevering gaan we minimaal twee wedstrijden per video doen. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Wordt een banger tegen PSV. En het wordt nog een hele leuke carrière mode. Ik begin ook al wat meer dingetjes, ideetjes te krijgen in mijn hoofd voor verhaallijntjes. Dus dat komt er ook allemaal aan. Mochten jullie er allemaal zin in hebben en deze video leuk hebben gevonden, klik dan op dat duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. Kan mij enorm helpen. Het kan mij nog meer helpen als je de video ook wilt delen op social media. Twitter, X, whatever. Maakt mij helemaal niet uit hoe je het noemt of waar je het op deelt. Maar ik zou het zeer waarderen. Ben je nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan gerust. Is geheel gratis. En als je dan de notificaties aanzet, hoef je niks te missen qua activiteit op dit kanaal. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Laters.